Eumedion houdt zich al sinds haar bestaan bezig met corporate governance. En dat is voortgekomen uit de code tabaksblad, de Nederlandse code corporate governance. En sinds 2 jaar is daar ook duurzaamheid bijgekomen. Waar we dan binnen Eumedion naar kijken is duurzaamheid in relatie tot risicomanagement, beloningsbeleid en transparantie, of eigenlijk rapportage. En dan kom je heel erg bij de accountants ook terecht, want een van de voordelen van een goed duurzaamheidsverslag is dat het toch gecontroleerd wordt door een gespecialiseerde accountant. En de beleggers van Eumedion hechten daar waarde aan. Dan krijg je kan natuurlijk de discussie krijgen van, wordt een accountant dan ook niet een soort stiekem een adviseur, hè, als hij veel meer gaat communiceren? Daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik denk dat de accountant zichzelf tekort doet door nu alleen naar de jaarrekening te kijken. En alle gebruikers tekort doet door informatie voor zich te houden waar iedereen heel blij mee zou zijn. Ja, dat is ook mijn beeld. Dat is belangrijk. Dus ze hebben onbeperkte toegang tot informatie. En ook over de duurzaamheidsinformatie die er is. Wat een beetje onderbelicht is gebleven met alle dynamiek die op Europese schaal speelt op het terrein van accountancy. De Barnier-plannen, zoals het dan heet, van de Europese Commissie. Het ziet op allerlei belangrijke aspecten voor de toekomst van het beroep. Maar wat heel duidelijk in de plannen staat en wat we nu ook in Nederland zien komen, de wettelijke controle is één ding. Maar eigenlijk zou de accountant ook allemaal andere aspecten kunnen doen. En precies de aspecten die jij net noemde. De risicoverslaggeving over risico's, maar ook duurzaamheidsverslaggeving. Dat is expliciet gemeld als een van de aspecten waar geen enkel conflict is tussen advies en controle. Ja. Omdat het eigenlijk een stuk controle uitmaakt. Ik denk dat onderbelicht is gebleven, maar wel een hele belangrijke doorbraak. Ook in de rol van accountants. Accountants zijn niet blij met de plannen uit Brussel. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Ja. Een businessmodel wordt geraakt. Ze moeten dat herpakken. Ik denk overigens dat dat heel goed kan gaan en ook voor de sector heel positief kan uitwerken. Ze moeten meer zich richten op het maatschappelijk veld, op de beleggers, noem je de ondernemersraad, alle gebruikers van de jaarrekeningen en andere aspecten zoals de verslaggeving over duurzaamheid en risico's. Ze moeten echt zichzelf even weer herpositioneren. Maar hun rol is dan wel heel belangrijk. Heb je soms niet het idee dat door de accountants zo hard aan te pakken, dat ze dan wat sneller in een hoek gaan zitten dan dat ze eruit komen? Soms moet het roer om en we moeten nu ook maar even terug naar wat de maatschappij van ons verlangt. Hè? Als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer. En dat betekent dat je sommige keuzes moet maken. Die voor een kantoor die stap voor stap gegroeid is in een businessmodel waarop een heleboel zaken konden en niet zo heel veel moest, dat ze terug moeten naar dat niet zoveel meer kan en dat een heleboel zaken wel moeten. En dat is een veranderingsslag die we pogen zo goed mogelijk in overleg te doen. En het kan natuurlijk zijn dat sommige partijen zich er niet in kunnen vinden. Nou, dan zullen ze zich ingraven. Maar ik zie toch wel over de hele linie dat men beseft, ook gesteund door wat in Europa gebeurt, gesteund wat internationaal gebeurt, waar wij ook al aan tafel zitten, van ja, we moeten deze crisis gebruiken om er beter uit te komen. In plaats van te proberen te maskeren wat er in het verleden fout ging. Nee, want dat is wat in de duurzaamheid altijd zo gevaarlijk is. Van, je kan heel erg idealistisch of heel erg hoge normen stellen voor anderen. Maar je maakt je daarmee wel heel kwetsbaar, ook als eigen organisatie. Dus dan hoor je heel vaak van walk your talk. Ofwel, als je anderen de maat neemt, moet je zelf ook wel in die maat passen. Dus ik kan me voorstellen dat in de discussie met de toezicht op de accountants, op de financiële verslaggeving, er extra kritisch naar de AFM wordt gekeken hoe de AFM het zelf doet. En terecht. En dat zit ook in ons, dat zit wel in onze genen. Dat we dat intern moeten organiseren. Dus kritiek wordt gewaardeerd in de zin van, daar moeten we discussie over hebben. Ik roep niet iedereen op om te bloggen van de AFM en dat is allemaal heel kritisch. Maar soms is het goed om die kritiek te horen, laat ik het zo noemen. En anderzijds hebben we inderdaad, moeten we het goede voorbeeld geven. Dus toon at the top, als wij een jaarverslag naar buiten brengen, moeten we zorgen dat die klopt. Thank you.